Voordat ik deze video ga maken, ga ik jullie natuurlijk... Ik heb last van mijn keel, man. Het is echt niet normaal. I just woke up, by the way. Als deze video, laten we zeggen, zoveel likes haalt, dan komt er morgen weer een video. Zo simpel is dat. Dus geef deze video alvast een duimpje omhoog. Like deze video sowieso. En dan heb jij misschien morgen wel weer een nieuwe video. Dat zou toch fantastisch zijn. Zeker. En naar de kapper geweest. Het is eigenlijk vrij simpel. Deze video is onderdeel van de Kelvin actie. Bij de Kelvin actie geef ik elke dag een prijs weg. En deze winnaar maak ik bekend op Snapchat. Mijn Snapchat is Kelvin. Het is fucking fantastisch. Fucking leuke Snapchat. En zoals je misschien kan raden, geef ik vandaag ook weer een prijs weg. En dat is iets fantastisch. Het is een ervaring voor je leven. Ik ga het maar gewoon zeggen. Ik geef jou de kans om een video op te nemen samen met mij. Boom! Video op dit kanaal, een challenge video of wat dan ook. Kortom, jij komt gewoon naar mij toe. Dan kom je naar, dan gaan we chillen en dan ga je een filmpje maken. Dan ga ik hem op YouTube zetten en dan word je wereldberoemd. Zoals natuurlijk iedereen die mijn video's ziet. Kijk maar naar Quinten. I'm back at it again with that cinemate mark. Ik vraag me soms echt af wat ik aan het doen ben. Oké, het is tijd voor de video. Mijn hoofd is echt moe as fire. Ik ben echt net wakker en ik laat een boer. Who does that? I do. Vandaag wil ik het hebben over mijn transformatie. Zoals je al in de titel hebt gezien en in de thumbnail hebt gezien, was ik vorig jaar eigenlijk een mager scharminkeltje. Ik had geen getrimd lichaam. Ik was gewoon een pussy. I was a pussy ass beat. Ik heb keihard getraind. Elke dag in de sportschool geweest. Keihard, keihard ploeteren. Het is tijd om mijn fantastische butt. Oké, here we go, because I'm not domino's. 3, 2, 1. Ja, hallo. Oké, ik zal jullie wat eerlijks vertellen. Ik heb tegen jullie gelogen. Nee, ik heb niet tegen jullie gelogen. Kijk, het woord transformatie. Als je het woord transformatie hoort en je ziet zo'n foto in de thumbnail, dan denk je natuurlijk, hey, ik ga het hebben over het feit dat hij sick getrimd is. Nou, nee. Ik ga het wel over transformatie hebben. Ik ga het wel hebben over hoe ik veranderd ben over de jaren heen. Want een mens ontwikkelt zich gedurende zijn leven en dat is fantastisch. En daar moet je soms even bij stilstaan. En ik vind het superleuk om te praten over hoe ik ben veranderd als mens zijn. Omdat er in de afgelopen jaren best wel veel dingen zijn gebeurd. Positieve dingen voornamelijk, die mij op zowel positief als negatieve wijze hebben beïnvloed tot wie ik ben vandaag de dag. En dat is deze mogol met zijn klote kop. Kijk, wat jullie misschien niet weten, ik kom nu over als een of andere guy die gewoon dat doet. Dat is wat ik ongeveer doe in deze video. Maar normaal gesproken ben ik zo. Ja, oké. I'm just a normal guy, you know. But when the camera goes on, I'm like, what the fuck is going on? Dat is het leuke aan video's op YouTube. Als de camera aanstaat, voelt het oprecht zo. Alsof er gewoon een van mijn beste vrienden daar staat. Want op het moment dat ik met een van mijn beste vrienden aan het chillen ben, dan doen we ook deze shit. Dan ga ik ook gewoon, dabben en shit. Dan gaan we gewoon crazy as fuck shit. Like talking English and shit. Boom. Maar dat heeft helemaal niks te maken met transformatie. Wat ik wil doen, ik wil een aantal dingen uitlichten waarvan ik weet dat ik vroeger op deze manier in elkaar zat. En dat ik tegenwoordig zo ben. En dat komt voornamelijk door middel van YouTube. Ik was namelijk vroeger wel een pussy. I was a pussy ass bitch. Ik was de jongste van drie. Ik huilde als een bitch. Echt als een bitch. Ik huilde thuis. Ik huilde in de klas. Ik huilde in fucking de wc. Ik huilde op de straat. Ik huilde in een weiland. Overal waar je maar kon huilen, huilde ik. And I was proud of that shit. Nee. Ik vond het echt het meest verschrikkelijke ooit. Maar op een of andere manier was het bij mij zo dat op het moment dat ik me soort van voelde dat mensen naar mij keken en bijna medelijden met me hadden omdat ik gewoon half zielig aan het doen was, ging ik nog weer extra hard huilen. En dan vond ik dat kut. Dus ik ging weer extra. Snap je? Zo'n soort van ongoing cycle van als je je kut voelt, voel je je kut omdat je je kut voelt. En dan ga je weer nog kutter voelen en daarom ga je nog weer kutter voelen. Dat was precies zo bij mij, maar dan met huilen. Als ik op een gegeven moment me niet zo prettig voelde en ik zag dat mensen dat zagen aan mij, dan vond ik dat zo kut dat ik gewoon nog ging huilen en dan... Kindertrauma's gewoon. Tegenwoordig huil ik nooit meer. Niet waar. Ik huil soms. Ja, ik huil soms. Ik huil nooit van blijdschap. Dat vind ik raar. Ik huil nooit van blijdschap. I don't know. Ik heb nooit een film gezien waar ik op heb gehuild. Ik heb zoiets van jou, Kelvin. Dus jij bent de kind of guy die vroeger altijd huilde. En tegenwoordig wil je huilen voor een film omdat die fucking goed is en fucking dramatisch. En dan lukt het je niet. Wow! Enige momenten waarop ik voornamelijk huil is op momenten dat ik bijvoorbeeld ik afscheid moet nemen van Nina of zo als ze 5 maanden weggaat. Snap je? Dat zijn klote momentjes. Ik ben gewoon best wel gevormd naar een dude die gewoon niet meer zoveel huilt. En dat weet ik. Jammer, heel erg. Jammer. Ik wil gewoon gaan huilen. Letterlijk de keren waarop ik het vaakst huil is gewoon in video's. En dan doe ik nep zoals net. Vroeger was het ook zo. Zo. Oh, zo. Vroeger was het ook zo. Dan ben ik stem nooit over sloeg. Nee, vroeger was het ook zo dat ik het lastig vond om dingen te bespreken, dingen uit te spreken, over gevoelens te praten. Ik weet nog wel dat ik ooit had ik ruzie met Quinten Paul. Boom! Deze guy. Basisschool shit. Ik had ruzie met die guy. Het was helemaal niet zoveel speciaals. En op het moment dacht ik, weet je wat? Fuck it. I'm just gonna pick up the phone. I'm just gonna say I'm sorry. Dus ik pakte de telefoon. Je gaat niet geloven wat ik deed. Ik pakte de telefoon. Fucking huistelefoon. Zo.
Hij neemt op. Ik huil. Ik gooi de telefoon weer op. Dat was het. Dus ik naar de keuken. We gingen eten. Ik ben bij mijn ouders. Ik huil als een bitch. Mijn ouders vragen, yo, wat de fuck is er aan de hand? Ik wou het gewoon niet zeggen. Tegenwoordig vind ik letterlijk gesprekken die niet gaan over manieren waarop je in het leven staat. Of gevoelens of wat dan ook. Die vind ik gewoon voornamelijk saai. Ik vind het gewoon zo trash talk als je het gaat hebben over tennis. Of als het gaat hebben over dit weekend. Ik wil gewoon weten hoe je voelt. Hoe je in het leven staat. Of je gelukkig bent of niet. Let's talk about it, man. Let's solve each other's problems. Let's do it. Wat ik ook had. Ik was fucking bang om mensen te benaderen of te bellen of wat dan ook. Want ik had het gevoel dat ik was deze kleine motherfucker. Deze midget in deze wereld vol met grote stoere mensen. Op het moment dat ik iemand moest bellen. Of letterlijk gewoon de huisarts moest bellen. Of de gemeente. Want zo waren mijn ouders. Represent naar mijn ouders. I'm grateful for that shit. Mijn ouders waren de personen. En dit zou ik elke ouder aanraden. Mijn ouders waren de personen die zeiden. Kelvin, als jij van gitaarles af wil als je 11 bent. Dan mag dat. Dan moet je zelf je gitaarleraar opbellen. Ik was 11. Hoe ga ik? Hey leraar. Ik ben 11. Ik ben een kutjoch. En ik doei. Dag. Ik vond dat zo fucking moeilijk. Maar ja, weet je wat het is? Uiteindelijk bel ik nu elke motherfucker op. Letterlijk geef me het nummer van Obama. I ring him, oké? Okay? Ik was letterlijk fucking bang om mensen te benaderen. Oftewel op straat, bij de fucking kassa. Altijd als er iemand anders was, had ik het gevoel alsof hij beter was dan ik. Of zij beter was dan ik. Tot op vandaag. Of tot op, ja. Letterlijk nu. En dit is het allerbelangrijkste. Dit is de life advice van Kelvin. Boom. Let op. Pay attention. Life advice van Kelvin Boerma. Gratis. Bij jou in de winkel. Iedereen. Ik ben net zo'n kutjoch als jij. Of als je een meisje bent. Nee, wacht. Dit moet even aan. Ik ben net zo'n snotneus als jij. En net als je buurman. En net als je meester. Net als je leraar. Net als je opa. Net als de president van Nederland. Iedereen is gewoon een snotneus. Dus op het moment dat jij iemand opbelt. Ook al is het fucking premier Rutte. I don't give a shit. Is hij gewoon een dude. Is gewoon precies dezelfde persoon als jij. Als je dat elk moment realiseert. Als je iemand moet benaderen. Als iemand moet bellen om je te gunst te vragen. Of wat dan ook. Dat is waar het om draait bij mij. Elke dag bel ik nieuwe mensen op. En dan zeg ik ja. Ik heb dit nodig. Of ik wil graag dit. Of ik ben op zoek naar dit. En als ik altijd nog zou denken. Ja, die andere persoon gaat me misschien een beetje raar vinden. I don't give a shit. Boom. You only live once. Dat is echt belangrijk dat je dat beseft. De volgende is ook een positieve ontwikkeling. Kijk, toen ik naar Amsterdam ging. 2,5 jaar geleden. Bijna 3 jaar geleden. Toen had ik één doel. Bam. YouTube. Focus. Werk. Dat was het enige wat er voor mij was. Ik had mijn relatie. Ik had mijn matties. Ik had wat dan ook. Maar werk altijd het allerbelangrijkste in the world. En dat was een fout. Allemaal luister. Als je alleen maar focust. En dit is gewoon een persoonlijke ervaring. Hè? Als jij het er niet mee eens bent. I don't give a shit. Because you're the same snotnose as I am. Right? Wat het belangrijkste is dat je beseft. Is dat ik ben 90% van het moment dat ik wakker ben. Ben ik bezig met wat ik doe. Nadenken. Nieuwe ideeën. Strategische dingen bedenken. Allerlei verschillende shit aan het doen. Maar er moeten momenten zijn waarop je die stekker eruit trekt. En zegt. I'm out. Ik ga nu gewoon even focussen op andere shit. Werk is niet het allerbelangrijkste. Het gaat je niet volledig gelukkig maken. Ik heb een onderzoek gedaan. Op de middelbare school van de United States of America. En I figured out. Na 5 jaar van onderzoek. Heb ik uitgevonden dat gitaren inderdaad niet roze zijn. Als je ze kweekt in de boerderij. Dus. Wat ik daarmee probeer te zeggen. Focus je niet alleen maar op werk. Wat? Je moet gewoon het belang van alles inzien. Je moet het belang van vrije tijd inzien. Je moet tijd nemen om te chillen. Je moet liefde geven aan de mensen om je heen. Je moet tegelijkertijd keihard werken om dat mogelijk te maken. I'm telling you. I'm just a 19-year-old kutjoch. Just a snotnose like you. Wat daar een beetje mee gepaard ging, was dat ik altijd de drang voelde. En dat was ik me eens bewust van. Totdat ik er achteraf op terugkeek. Ik wil altijd winnen. Altijd winnen. Als iemand tegen mij zei, ja maar Kelvin, dat is niet goed. Ja, dat is wel goed. En ik weet nog niet eens waarom, maar het is sowieso goed. En als iemand tegen mij zei, ja Kelvin, dat idee wat jou had, was gewoon slecht. Dan zeg ik, nee, het was een fucking goed idee. Waarom is het slecht dan? Leg uit dan. Kom op, let's go. Let's fight, oké? Okay? En dat ging letterlijk tot het punt waarop ik bijvoorbeeld fucking kopje ergens liet staan. Gewoon hier, boom. En dat iemand tegen mij zei, yo Kelvin, ruim eens een keer op man. Je laat altijd alles staan. Dan was ik degene die zei, hoezo laat ik alles altijd staan? Nooit. Doe het nooit. Ik heb nu wel eens dat ik zulke mensen om me heen heb. En dan denk ik, yo, waar de fuck ben je mee bezig man? Just pick it up. And put it there, right? Okay. Aan de voet van dit staat een levensles. Ik heb 2 quotes in mijn leven. 2 dingen waar ik eigenlijk zoveel mogelijk aan vast probeer te houden. En 1 daarvan is pick your battles. Bam. Pick your battles. Pick your battles. Kijk, en wat ik hiermee bedoel is dat je kan 80 keer per dag. Kan jij geconfronteerd worden met iets waarop je misschien wel eventjes moet bewapenen. Van, oh, weet je, deze persoon zegt iets tegen me. Ik moet eventjes er wat op terug zeggen. Als je bij jezelf op dat moment nagaat van, weet je wat. Het is het niet helemaal niet waard om hiermee bezig te gaan. Op het moment dat iemand tegen mij zegt, fucking rem je kop. Nou eens ik op, oké, fuck it. I'm just gonna do it. I'm gonna leave it there. Als het jou lukt om 60 van deze 80 dingen gewoon op te flikkeren, want dat kan echt. Heel veel dingen zijn helemaal niet zo belangrijk. Dan bounce je echt door het leven heen. Dan is het gewoon van, oké, je zei wat tegen me. Geeft niet. Ik ga het gewoon even snel fixen. Pa-pa-da-pa-pa. En dan kun je lekker om je heen kijken en shit. En dat is belangrijk. Want een andere transformatie van mij is dat ik vroeger best wel alleen maar gefocust op het einddoel was. Gewoon, oké, ik ben hier nu. Ik wil hier zijn. Ik ga alleen maar zo kijken. Ik wil alleen maar dit. Paf, 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 paf. Ik weet niet wat dit betekent. Maar like it. Voelt als een kopieermachine. Alleen op het moment dat je dat doet, ben je misschien eens over 10, 20 jaar ben je daar. Oké, dus dan heb ik als 19-jarige jongen, ben ik straks
39. En dan ben ik daar. En dan ben ik 39 en dan. Dan heb ik 20 jaar niet om me heen gekeken. En dat is iets wat mijn tweede motto van het leven is. Namelijk, leef met de fucking dag. Leef elke dag. Elke dag, ook al is het een kutdag, of wat dan ook. Word wakker en denk, vandaag is een dag. Wow, dat was echt kut. Nee, maar wat je moet beseffen is, op het moment dat jij heel erg uitkijkt naar je vakantie over een maand, dan is het zonde om die hele maand alleen maar met alles te doen en denken van, ja, maar ik ga straks toch op vakantie. Ik ga voor een maand toch weg. Dan ben je alleen maar met over een maand bezig. Die hele maand verneuk je gewoon. Daar doe je niks mee. Als je elke dag gewoon iets gefixt krijgt, elke dag om je heen kijkt en denkt, way yo, sta stil, kijk om je heen, kijk naar het plafond, wees blij dat je een fucking dak boven je hoofd hebt. Ik hoop niet dat dakloze mensen dit kijken, dat zou raar zijn, want die zouden dan ook een smartphone hebben. Of ze staan in de Apple Store, dat kan ook. Hallo, dakloos persoon in de Apple Store. Koop een iPad. Pick your battles, elke dag. Leef met de dag, elke dag. Boom. Ik ben veranderd over de afgelopen jaren. Jullie zijn ongetwijfeld ook veranderd. Ik vind het fucking fantastisch om hierover te praten. Hopelijk vonden jullie het ook leuk om te checken. En ik ga jou vertellen dat als deze video zoveel likes haalt, dan komt er morgen weer een nieuwe video. Dus geef deze video sowieso een duimpje omhoog. Want het wordt spannend nu. Weet je, dit is de area. Oké, ik begon met 5000 likes. Dat was wat te halen. Nu zit het op zoveel. Gaan we dit wel halen? Het is de grote vraag. En wil je natuurlijk kans maken op het maken van een video samen met mij? Dan kun je dat doen door middel van het achterlaten van een comment en geabonneerd te zijn op de Kelvlog. En dan maak jij kans op het maken van een video samen met mij. Gewoon samen met mij. We gaan gewoon chillen in mijn huis. Gaan we gewoon een video maken. Together. Like friends. Like real friends. Dat was de video van vandaag. Kelvin is out. Ratatatata. Ik vind het super erg dat je nou al 5 maanden vastzit achter dit raam in deze isoleercel. Ik ben hier speciaal heen gekomen vandaag om iets te vragen. Wat eten jullie vanavond? Stamppot!